Dit is de Molcast met Guido Verheijen en G. Kusters. Volgens mij hebben we het hier in het seizoen van Nederland, Wie is de Mol, hebben we het hier ook over gehad. Er is een opdracht waarin er geld uit de pot gespeeld kan worden. En ja, het lijkt alsof de makers volgens mij met elkaar gecommuniceerd hebben hierover. Want het is wel heel toevallig dat er nou in dit seizoen opeens ook een opdracht is waarin er geld verdwijnt uit de pot. Het zijn wel die leuke, ik vind dat zelf hele leuke opdrachten, maar... Ja, alleen ja, daar krijg je ook gelijk weer de commotie. Niet iedereen vindt dat zo. Ja, dat is zo. Ja, ik geniet er zelf heel erg van. Want dan ja, krijg je veel meer dat psychologische spelletje. En dan, toch wel leuk om te zien, vind ik. Maar nu had in het Nederlandse seizoen de mol eigenlijk niks te maken met dat bedrag dat uit de pot verdween. Nu heeft jouw mol daar wel mee te maken. Ja, dus... ja mijn mol wel. Die heeft er een lekkere hap uitgenomen. Een lekkere hap. Maar ja, de hele maar, pot. Een flinke hap. Ja. Ja, want op dat moment stond er, ik heb het even opgeschreven, 17.600 euro stond er in de pot. En toen werd er dus 10.000 uitgehaald. Ja, en toen niet meer. En toen stond er nog maar 7.600 in. Dat is heel laag wel. Ja, dus jouw molletje heb je aan het werk gezien. Mijn molletje ging eruit. Ja, dat verschil moet er zijn, hè? Ja, zeker weten. Weet je, ik ben niet zo goed dit seizoen nee, in de molraden. Nee, ik heb nog wel een leuk bod voor je kanaal, Guido. Dus, is goed, neem jij het maar over. Ja. Ik trek mijn handen ervan af. Ik vind het prima. We gaan het er toch over hebben. En ik zal toch aan het einde van deze podcast op zoek moeten gaan naar een nieuwe mol. En een nieuwe mol moeten aanwijzen. Gelukkig hebben we weer drie opdrachten waarin we weer op zoek kunnen gaan naar wie de mol dan is. Jasmine is het in ieder geval niet, dat weten we zeker. Dat is een ding dat zeker is. Ja, laten we dan maar gelijk beginnen met de eerste opdracht. Dat was gravity verschillen. Als eerst gaan de kandidaten door de stad foto's maken van gravity. Want in Berlijn is er heel veel gravity te zien. Gaan de programmamakers eigenlijk een soort verschil aanbrengen in die schilderijen. En die hangen ze dan in een bepaald gebouw op. En ja, dan moeten ze dus naar die schilderijen toe als eerste. Dan moeten ze het verschil achterhalen. En dan moeten ze ook nog uitkijken dat ze dus niet gepakt worden door... wat zijn dat? Een soort aanvallers eigenlijk. Ja, tikkers of zo. Tikkers. Ja, ik heb ze als aanvallers maar even omschrijven in mijn molboekje. Ja. Prima omschrijving zou ik zeggen. Ja. Allereerst gaan Annelotte en Sven op pad. Ja. En er zijn 7 verschillen en zij moeten er dus 3 aanwijzen, want zij hebben 3 verschillen gefotografeerd, omdat zij met z'n tweeën waren en de andere groep waren met 3 personen. Dus daarom hadden zij 1 foto meer, volgens mij, was dat zo. Dat zal wel kunnen, ja. Ja, en dan gaan ze dus als eerst naar de Wereldbol. En die weet Annelotte eigenlijk best wel snel te vinden. Ja, klopt. Ze ziet gelijk dat er iets van een kleurverschil in is. En daarom weet ze gelijk van, nou, dit is het verschil. Dit moet de fout zijn. Terwijl Sven eigenlijk met een soort van paintballgeweer is het volgens mij. Volgens mij een paintballgeweer. Inderdaad, een paintballgeweer stonden ze mee paraat om mensen weg te houden. Ja. En hoe vond je Sven dat doen eigenlijk in deze... Ik vond het... Hij schoot 1 iemand af, maar ik vond dat hij weinig schoot, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet hoeveel kogels ze hadden, maar vooral toen ze in die laatste ruimte stonden, waar ze uiteindelijk ook afgingen, daar heeft hij volgens mij niet geschoten. Wat ik wel best wel vreemd vind, want ja, als je niet schiet, dan ga je sowieso af. Dus kun je beter een keer een schot lossen en dan missen, als dat je helemaal niet schiet. Ik heb het even voor de grap geteld, hij heeft er maar 1 afgeschoten ook. Ja, dat dacht ik zelf ook inderdaad. En toen werd ook uitgelegd van, nou, als een aanvaller wordt afgeschoten, dan moet hij terug naar de start toe. Ja. En dan mag hij daar vanaf verder. Raakte wel. Hij raakte er wel eentje. Ja. Hij heeft een hoog schiet- en raakgehalte. Ja, weinig schieten en dan toch raken. Ja. Maar hij stond er ook een beetje alsof hij wilde dreigen om te schieten. En daardoor bleven ze wel een beetje op afstand. Op zich is dat wel een tactiek natuurlijk. Ik bedoel, als je niet constant aan het schieten bent, dan zijn aanvallers op een gegeven moment ook van, ja, hij zal het nu toch wel een keer gaan schieten. En dan wil je eigenlijk daarop wachten. Maar als je dan... maar niet gaat schieten, dan... Ja. Ja, maar die aanvallers waren natuurlijk ook niet dom. En op een gegeven moment waren ze met z'n drieën. Ja. En dan ga je gewoon omsingelen. En dan moet je van 3 kanten moet je tegelijkertijd schieten. Dat gaat fout natuurlijk. Desondanks vond ik niet dat ze het slecht
deden of zo. Want ze waren bij de laatste. En dat was de enige die ze eigenlijk niet hadden. Dus ja, daar valt, vind ik zelf niet heel veel van te zeggen. Ja, want het tweede werk was dan dat oor. Ja, die hadden ze heel snel. En het derde werk was dan met die touwtjes. En dat was eigenlijk net te laat. Ja, dat was te laat inderdaad. Ja. Ja. Terwijl Anne-Lotte geeft dat nog wel door. Van, volgens mij zijn het die touwtjes die fout zijn. Maar daar gaan ze vrij snel overheen. Maar ja, we weten dat Jasmin in ieder geval niet de mol is. Nee, dat is waar. Zij was eigenlijk degene die daarmee bezig was. Dus ja. Ja, dat is waar. Ja. Dus even kijken, dan gaan we maar door naar die andere drie kandidaten. Wat even slim is om te benoemen, is dat de aanvallers uiteraard dan eerst nog even opgehouden kunnen worden. Ja. Dan moeten ze een soort kleurensymbool moeten ze elke keer over. Ja, een soort, hoe heet het ook alweer, mastermind-achtig spel. Alleen dan niet raden, maar gewoon zelf over. Ja, ze mogen overnemen. Volgens mij heel even kijken naar wat een van de aanvallers een volgorde qua gravity spuit, qua kleuren. Ja. En dan moeten ze dat overnemen. En dat moeten ze volgens mij ook nog binnen een tijd doen. En het worden er ook steeds meer, volgens mij. Meer Simon Says, bedoel ik. En dan in de vorm van Mastermind. Ja, precies. Bolletjes. Ja. Ja. Volgens mij begint Philippe hiermee. En die doet dat best wel goed, volgens mij. Ja, ik vond hem de hele aflevering best wel goed doen. Ja. Er valt niet zo heel veel meer op, eigenlijk. Nee, maar volgens mij het kan ook een tactiek zijn. Hè? Want als Philippe de Mol is en hij weet dat degene die als laatste gaat... kans heeft om de pot te verdubbelen... en hij doet nu extra zijn best om die mensen iets langer op te houden... dan zeggen ze misschien wel tegen hem... nou, blijf jij dit maar doen, wat ook gebeurde, want je bent daar goed in. En dan weet hij dat hij als laatste kan en dan kan hij niet de pot verdubbelen. Of niet het bedrag verdubbelen. Ja, het is eigenlijk precies het scenario zoals het ook plaatsvond. Ja, precies. Dus ja. Als het expres is, dan heeft hij dat heel slim gedaan. Ja, absoluut. Maar ik verdenk Philippe niet. Dus ik zie het meer als gewoon inderdaad een kandidaatactie door die mensen gewoon lang op te houden. Ja. Want ja, je hebt natuurlijk als mol zijn ook voordeel aan als ze überhaupt niet bij de... Want als ze sneller doorheen gaan, dan moet de laatste persoon 3 of 4 schilderijen nog doen... En dat gaat nooit lukken in je eentje. Ja, dat is ook zo. Ja, dus zeker dat was een tweede scenario. En dan was er misschien zelfs nog minder geld in de pot gekomen. Ja, en ik heb Sven het dan weer heel slecht zien doen. Volgens mij werd die tweede aanvaller werd heel snel... er werd heel snel een fout gemaakt waardoor die tweede aanvaller in ieder geval ook het veld in ging. Ja, en Jasmin deed het volgens mij ook niet heel goed. Nee. Nee, dus daarom... Philippe springt er dan wel uit. En inderdaad, als hij tactiek heeft bepaald zoals jij hem net schetste... dan is dat wel een hele goede mol-tactiek. Ja. Dat je toch lijkt alsof je goed bezig bent als kandidaat zijn. Maar het is tegelijkertijd ook dus een goede kandidaat-tactiek. Dus het is echt, ik denk wel, een van de betere tactieken die je kunt doen. Ja, gewoon eerst je best doen. Dan weet je dat jij dus in de mol-positie komt... waarin je dus het geld kan verdubbelen of juist niet... En dan niet verdubbelen. Waardoor je dus inderdaad een kandidaat lijkt... omdat je eerst heel erg je best hebt gedaan. En vervolgens... En dan even op de zaak vooruitlopend zelfs. Want aan het einde zien we dus dat Philippe dan die fout maakt. Maar hij maakt eigenlijk ook nog wel een fout... dat je denkt van, dat is gewoon eigenlijk een dommigheid. Want hij ziet dan een raam die open stond... en dan eerst niet open stond. Dus het is inderdaad een verschil dat hij heeft aangekruist. Maar gewoon geen gravity verschil, dus... Ja, dus op zich vond ik hem dat nog wel dan goed indekken of zo. Want hij wijst wel een verschil aan. Ja, zeker. Dus dat is... En dan hebben we nog de andere groep van... Even kijken, waar dat Lennart en Jasmin die dan de ding moeten. Ja, Lennart die gaat best wel tekeer met dat pistool. Maar hij raakt het 1 iemand of zo? Of 2 mensen? Ja, niet veel, nee. Ook 2 of zo. Dus in principe heeft hij wel veel vaker geschoten. Maar ja, bijna net zoveel geheten als Sven. Maar ze hebben wel alle 4 de schilderijen. Ja, dat wel, ja. Ja, en dan stel eens eentje meer van die andere groep, volgens mij, toch? Want ja, al eentje meer. Een 4. En de andere groep had er 3 in totaal, dus. Ja. Ja, en dan een van die 3 schilderijen van die andere groep, dat lukt ze die dan niet eens. Niet. Dus, Dus als je er een paar moet precies, als je er een paar moet aanwijzen die het dan fout doen of verkeerd doen in deze opdracht, dan zijn het die andere 2 wel. Maar ja, uiteindelijk had je dan ook Jasmin, die stond natuurlijk op de, op dat moment de beste positie. Want zij moest natuurlijk de cirkels zetten en ze zette iedere keer de cirkels goed. En het is niet de mol, dus ja, ook wel logisch aan de ene kant. Ja. Ja, er is 1 wand en daarvan moet
Lennart op een gegeven moment de cirkel zette, omdat Jasmine er niet bij kan. En je hebt Moloten op het forum hebben echt een hele goede hint hierin gevonden. Want hij zet namelijk een cirkel met de spraycan. En die cirkel die gebruikt wordt door hem, die gebruiken ze ook in de edit van het programma. Om later nog eens eventjes de verschillen duidelijk te laten zien in beeld. Oeh, dus dat is een hele wel een goede hint inderdaad. Niet was opgevallen. Maar... Nee, want ze zouden gewoon kunnen hebben gevraagd aan Lennart of je die cirkel niet een keer zo wilt doen dat ze die in de edit kunnen gebruiken. En dan heb je echt de perfecte niet opvallende hint eigenlijk. Die toch wel. Ja, het was mij ook niet opvallen. Maar precies die. Nee. Want het drupt nog een beetje na natuurlijk, die graffiti. Ja. Dus precies dezelfde druppels staan dus ook precies gelijk in de edit. Dus het is wel toeval. Dat kan bijna geen toeval zijn. Ja, dit is wel het moment dat ik dacht van, is het dan toch Lennart? Ik weet het niet. Maar... Het zou een hele goede verborgen hint zijn. Ja ik vond hem heel goed gevonden, want ja... Het is ook maar één keer dat hij, volgens mij, zo'n cirkel zet. Ja, ze dus één shot in een heel seizoen. De rest doet Jasmine het eigenlijk. De rest van de schilderijen omcirkelen. Ja. Dus, heel goed gevonden. Ja, echt heel goed gevonden, ja. Ja, en over Philippe hebben we het natuurlijk net al gehad. Hij zorgt niet voor de verdubbeling. Nee. En dan wordt er maar €3.000 verdiend in plaats van 6.000. Ja, dus. Dat is goed. Geen slecht bedrag of zo. Nee, dat zeker niet. En de mol weet natuurlijk wat er gaat komen deze aflevering. Ja, precies. Ja. Ik vond de volgende opdracht zou komen wel een van de leukere opdrachten. Ik vond het echt heel tof met die simulator. Oh, de vliegtuigsimulator. Ja, eerst naar de vliegtuigsimulator. Of wil je het eerst ergens anders over hebben? Nou ja, goed. We zien natuurlijk eerst dat ze naar die dagboekkamer gaan. Dat is daarvoor nog, hè? Ja, excuus. Ja. Maar ja, goed, daar krijg je alleen te horen dus dat ze €4.000 kunnen verdienen als ze allemaal niet kijken in het dagboek. Of in een molboekje eigenlijk en in de dossiers. En daarna gaan ze weer terug naar hun penthouse. En dan moeten ze eigenlijk steenhard liegen tegen elkaar. Ja. En, daar zag ik al aan Philippe dat hij dat niet zo heel goed kan eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ik had sowieso al verwacht dat er iemand ging kijken. Want het kan bijna niet dat niemand hier gaat kijken. Ja, volgens mij is het ook Jasmine die op een gegeven moment benoemt van... Ik weet van iedereen dat ze niet gekeken hebben. Maar bij Philippe kan ik het heel moeilijk inschatten, zegt ze volgens mij ook. Ja, nou, dat blijkt ook waar te zijn. Maar ze kijkt vervolgens zelf ook, dus... Ja. Goeie afleiding wel dan. Precies. Ja. Dan gaan we inderdaad naar die vliegtuigsimulator. Ja, die was vond ik zelf heel erg leuk. Ja, die was heel leuk, ja. Ja. Heel, heel bijzonder. Echt een opdracht die ik nog nooit heb gezien. Zoiets. Nee. Maar ook hier is het weer... Je kan op beide plekken mollen eigenlijk. Want kijk, in die cockpit... Zeker. Daar zit je met z'n tweeën. Daar zitten dan Lennart en Jasmin. En op de grond staan Sven, Philippe en Annelotte dan. Die staan dan in die hangar en moeten ze opdrachtjes doen. Nou, toch denk ik dat je wel het best kunt mollen in de cockpit. Want dan is het uiteindelijk de plek waar het geld verdiend wordt. Kijk, al gooi je hun alles mis en dan wordt er geen geld verdiend. En dan, dan storten ze neer, dan wordt er geen geld verdiend. Dan ligt het inderdaad bij hun. Maar zoals je al zag, daar werd allemaal wel in raak gegooid. En uiteindelijk stort ze toch neer, dus dan wordt er nog geen geld verdiend. Dus ja. Ja, als je op de grond staat, dan zou je eigenlijk kunnen mollen door... dan maar zoveel mogelijk mis te gooien dat op een gegeven moment de brandstof op is. En wat het is, want ze konden 4 keer door de brandstof heen gooien, als ik het goed begrepen heb. Dus als je 1 keer de mol daar hebt staan, dan gooit iemand anders misschien nog door de brandstof heen. En dan... Ze mochten allemaal 1 keer gooien, dacht ik. Of ze mochten allemaal maar 1 keer raak gooien. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, toch? Ja. Ja. Dacht ik. Maar dan krijg je ook dat Lennart en... Jasmine, in het begin vlogen die een beetje raar. Hè? Die vlogen in zo'n dikke kronkels die je zag. En ik denk als ze dat recht gevlogen hadden, dat ze met 2 keer gooien precies genoeg brandstof hadden gehad. Dus dan had het eigenlijk niet uitgemaakt of de moor raak of niet raak had gegooid als die daarbij zat. Nee, dat is wel waar wat je zegt. Want toen ze 2 keer raak hadden gegooid, zeiden ze van, ze hebben nu bijna genoeg brandstof om tot aan Brussel te komen. Dus als ze dat eerste stuk recht hadden gevlogen, hadden ze dus voldoende brandstof gehad. Ja, dat is waar wat je zegt, ja. Dus ik denk dat je met 2 keer voldoende zou moeten hebben... en dat die derde keer niet uit zou maken.
En misschien als je nog wel extra veel zou slingeren, dat je misschien zelfs aan drie tanken niet eens genoeg zou hebben of zo. Ja, precies. Dat zou misschien, zomaar eens kunnen. Ja. Dan ligt het ook natuurlijk, maar dan ligt het ook weer bij de cockpit. Ja, dus dan, precies. Dan is dat toch de beste plek, als we het zo erover hebben. Ja. Ja, daar staat weer jouw mol. Ja, hij zit van het toeval. Ja, wat een toeval, hè. Zou je dit geweten hebben? Ja, goed. Volgens mij hebben ze het aan de eettafel over wie graag in de cockpit zou willen en wie op de grond zou willen blijven. En er zijn, volgens mij houdt Lennart zich heel erg stil en zijn de andere drie kandidaten heel erg van, ik wil het liefst op de grond blijven, want ze zijn natuurlijk bang dat ze echt de lucht in gaan. Ja, als je al de molposities ingeschoven wordt, dan zou ik, of de keypositie, dan zou ik ook niet zeggen van, nou, doe mij maar niet hoor. Nee, en volgens mij zegt hij dan, is iedereen daar mee eens? En dan zegt iedereen ja. En dan zit Lennart eigenlijk al in de plek waar hij dan zou willen zitten als hij de mol is. Ja, precies. Je zou zeggen van wel. Ja. Ja, dan zijn er nog heel veel tegenslagen eigenlijk, om ze maar even zo te noemen. Motorbrand, een tegenligger, een elektrische probleem en een zware storm. Dat zijn de vier gevaren eigenlijk en die worden ook allemaal gegooid. Ja. Dus voor het programma is het wel weer mooi natuurlijk, om dat allemaal dan te laten zien. Ik denk dat het ook heel moeilijk was om, als je dan in het midden mekt, om niet per ongeluk een keer er langs te gooien. Zeg maar, ook al is het niet je opzet, het lijkt me best wel moeilijk, want zo'n papieren vliegtuigje. Ja, ik weet nog wel eens dat wij die vroeger op de basisschool deden wij ook wel eens vliegtuigjes vouwen. Ja. En op een gegeven moment krijg je daar wel een beetje handigheid in. Maar als je dat al 10 jaar niet meer gedaan hebt, gooi maar, maak maar eens een vliegtuigje dat perfect vliegt. Ja, is ook zo. Ja, en volgens mij zien we Philippe ook de hele tijd een soort afwijking naar links hebben. En dan, dan wil hij op de cirkel mikken. En dan zegt Sven volgens mij ook tegen hem, hou dan iets meer links aan of zo. En dan... Ja. En dan gaat hij er doorheen. Ja. Dat is wel geinig om te zien, ja. Dus, en dan op een gegeven moment moeten ze dus de landingsinstructies... dat vond ik wel heel gaaf eigenlijk. Ja, ik ook. Want ik had dat echt nog nooit gezien. Ja, ik snap op zich wel hoe het werkt. Want je rent natuurlijk. En door dat blad gaat die lucht zo omhoog. Ja. Die dat vliegtuigje vervolgens de lucht inhoudt. Dus, maar daar had ik zelf helemaal niet bij nagedacht. Dat je op die manier zo'n vliegtuigje de lucht in kunt houden. Ja, ik zit me dan af te vragen hoe zo'n programma maken, of de programmamakers dan naar zo'n opdracht zitten en dat dan denken van, wat kunnen we nou eigenlijk met het thema vliegtuigen? En dan, ik denk dat dan iemand inderdaad het idee papieren vliegtuigjes te lucht in gooit en dat iemand even gaat googlen op papieren vliegtuigjes en dat tegenkomt. En denk van, dit kunnen we wel gebruiken. Ik denk dat echt gewoon zo gaat. Echt leuke opdrachten. Ja. Annelotte, die komt het verst en die mag het dan ook meerdere keren gaan proberen en dan lukt het haar uiteindelijk. Maar dat is het eigenlijk al een beetje te laat, om het maar even zo te noemen. Ja. Zware vliegtuigcrash in de buurt van Brussel gisteren op het nieuws. Ik weet het nog niet. Ja. Maar volgens mij was het ook wel een beetje door Jasmin, die niet echt goed bij de knoppen kon. Ja, maar dat heb ik, dan denk ik ook weer, want je hebt dus een piloot en een co-piloot. En in principe zit de co-piloot er, gewoon puur dat zeg maar je taken kunt verdelen. Maar in principe zou een piloot alles kunnen doen. Het is niet dat een vliegtuig direct neerstort als de co-piloot er niet is. Want het zou wel heel gek zijn dat je per se afhankelijk bent van de twee personen die er zitten. Want dan zouden ze er wel drie neer hebben gezet. Ja, dus jij bedoelt dus dat Lennart eigenlijk had kunnen ingrijpen hier, maar dat niet deed. Ja, want hij moest... Waar het op misging, is dat ze het landingsstel naar beneden moesten drukken. Mm-hmm. En dat ze volgens mij de flaps moesten ze naar de nul zetten. Maar Jasmin was bezig met die stoel. Maar Lennart kan ondertussen, dat hij met zijn hand aan het stuur zit, kan hij ook best die flappen op nul zetten. En even dat knopje indrukken van het landingsgestel. Het is niet alsof hij voor de rest gehandicapt is en dat niet kan. Nee. Dus naar mijn theorie... Is het gewoon misbruik maken van dat Jasmin bezig met die stoel en dan zelf ook maar niks doen. Maar dat is ook wel omdat ik nu in de Lennart-tunnel zit, dat ik daaraan denk. Ja, ik zit ook nog te denken, of is het nou Philippe geweest die dan gewoon de hele verkeerde instructies heeft voorgelezen? Dat zou natuurlijk ook nog wel mooi zijn. Ja, maar ik denk het niet, want de rest zat echt wel mee te kijken. Hè, met de vinger erbij van, hier ben je nu aan het lezen. Dat lijkt me heel sterk, dat als twee man zo gefocust mee aan het lezen zijn met wat jij zegt... Dat je een verkeerde zin ertussen doorschreeuwt. Dat valt zo erg op. Dat is wel risky inderdaad, ja. Ja. Ja.
Ja, en achteraf zeggen ze dan zelf ook wel dat eigenlijk de luchtverkeersleiding moeten bellen om te landen. Want ja, er staat €3700 dan op de teller. Dus als daar dan, stel, er gaat nog €2000 af, boeien, dan heb je nog €1700. Ja, dat is meer dan nu. Ja, dat is meer dan nu, ja. Nu heb je niks. Ja, ja. Ja, en dan komen we dus bij jouw favoriete opdracht, denk ik. Want jouw mol trekt er even €10.000 uit. Ja, dat, maar dat wist je natuurlijk. Dus. Ja, ja. Maar hierdoor wordt ook weer... Kijk, de follow the money is natuurlijk altijd best een goede manier om te kijken hoeveel of iemand veel molt of niet veel molt of wat hij voor de pot doet. En ja, in principe kun je het nu alweer helemaal uit het raam gooien. Ja, ik vind het wel lastig nu inderdaad. Ja. Ja, want ik hou dat schema dan altijd bij. En ik vind het wel moeilijk om dan... Want ik zou dan ook die 5.000 wel dan aan Lennart geven en 5.000 aan Philippe. Ja, bij de 5.000 zou ik zo doen dat Philippe kijkt. Daardoor... Ja. Maar ja, daardoor gaat er ook weer 4.000 uit. Maar neem je dat apart mee? Of, want dat is er eigenlijk ook nu weer niet bij gekomen. Dus, ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat is altijd heel moeilijk. Ja, dat snap ik. En dan zou je dan ook nog de biedingen van Annelotte en Sven mee moeten nemen in je schema. Want zij bieden dan ook eigenlijk. Dus ja, het is heel lastig om hier dan je follow the money strategie er nog op te gooien. Dus ik heb hem ook nog niet rond eigenlijk. Nee, dat kan ik me heel goed inbeelden. Maar om het maar even zo te kijken. Voor aflevering 6, dus vanaf aflevering 5, stond Lennart eigenlijk al best wel... Ja. Hij had echt duizend euro of zo, volgens mij. Zoiets. Volgens mij nog niet eens, maar... Nee, echt heel weinig. Dus eigenlijk hoef je dit niet te doen als mol zijnde. Nee, hij staat echt heel ver in de min met geld dat hij heeft opgehaald. Volgens mij is dit ook... voordat die €10.000 eruit ging, stond volgens mij de stand van de teller al het laagst. Ja, van dat alle seizoenen dat dacht van ik al, ja. Ja. Dus... En nu... Ja... Ja. Dit gaan ze ook niet meer te boven komen, ben ik bang voor. Nee, of die rode knop moet echt ervoor zorgen dat iets ongedaan gemaakt wordt. Dan moet er komen of zo. Ja, ja, er komt 1 miljoen bij in de pot. Ja. Maar ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze ook daar de hond in de pot gaan vinden. Wauw. Ja, maar die rode knop wordt... Of er wordt nog fucking veel geld bij gegooid straks. Ja. Of er gaat een van de finalisten gaat naar die finale. Ja, een van dat kan bijna niks anders zijn. Of sowieso. Hele belangrijke informatie over de mol. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Maar ja, dat zou dat, kunnen, dat ja. denk ik niet. Want vaak zijn de mensen die er zitten weten... Zijn toch al vrij zeker wie het is. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is waar. En ik denk ook wel dat we hem de volgende aflevering gaan zien. Maar op zich denk ik wel... nog even terugkomend op die opdracht. Lennart speelt €10.000 uit de pot. Maar als je hem dan op het einde hoort beredeneren waarom hij 10.000 kiest... Dan denk je toch van ja, ik snap het. Vond het wel logisch van hem. Ja, ja. Annelot speelt 4.000 eruit door 5 pasvragen te kiezen. Ja. Jasmin speelt er 2.000 uit voor 1 pasvraag. Ja, dat is echt helemaal niks. Ja. Philippe heeft gekeken zojuist. Opent dat, dus dat is in principe ook min 4.000. Sven is dan eigenlijk de enige waarvan je zou zeggen... Hij heeft nog geen geld uit de pot gespeeld. Ja, maar hij was wel samen met Annelotte toen bij die bom natuurlijk. Ja, dus het is echt een beetje... Sowieso, iedereen heeft al een keer al geld eruit gespeeld voor zijn eigen gewin, om het maar even zo te noemen. Ja. Dus, en dan is 10.000 sowieso wel het meeste. Maar ja, als je het zo beredeneert dan... Als Jasmin 5 pasvragen had gepakt, bij wijze van spreken, was het ook 10.000 geweest. En wat is 5 pasvragen tegenover een vrijstelling? In de halve finale ook nog eens, hè? Ja, dus hij heeft zich wel goed ingedekt om €10.000 of de halve finale, de kwartfinale. Ja, ik vind van wel. Ja, vind ik ook, ja. Ja, daar ben ik het wel met je eens, ja. Toch denk ik van... Ja, ik weet niet of de mol nou het hoogste geboden heeft. Nee, val je wel gelijk door de mand of zo. Dat heel erg. Dat zat ik zelf, want ik zit natuurlijk wel af een tijdje in die Lennart-tunnel. En toen die 10.000 bood, dacht ik ook van... Nee, doe dat nou niet. Bied nou gewoon 7.000 of zo. Dan heb je hem niet. Maar je hebt toch een heel groot bedrag geboden. Dus als je het was geweest... Ja. Ja. Aan de andere kant zou je als mol zijnde gekeken hebben. Want dat is natuurlijk heel iets anders dan het hoogste bieden. Ja, weet je wat het is? Ik denk dat je dan ook alweer dat stuk krijgt van... De
de andere kandidaten krijgt de mol te horen dat er al iemand gekeken heeft. Want dan is het al niet meer nodig om te kijken. En wordt er aan de mol verteld van wie die de film moet vragen. Want als Lennart nou had gezegd, nou ik verdenk Sven ervan gekeken te hebben. Ja, dan was er niks gebeurd eigenlijk. Alleen die 4000 niet. Ja, dat is waar. Dus ja, het is een beetje tricky. Er zitten er zoveel haken en ogen aan deze opdracht. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik het kijken in de dossiers wat molleriger vind dan het hoogste bieden. Want ik denk dat je dan nog meer opvalt. Ja, zeker. Omdat je dan echt voor die informatie gaat en zo. En iedereen het ziet. Als het even tegenzet. Ja, iedereen kijkt Philippe aan, terwijl eigenlijk Lennart degene is die 10.000 euro eruit bood. Maar dat wordt al snel vergeten dan weer. En dan wordt er naar Philippe gekeken. Wat ik nog leuk had gevonden, is als ze denk ik hadden gezegd dat Lennart het meest geboden had. Maar dan dat ze niet hadden gezegd hoeveel. En dat het op het einde nog eens uit de pot zou gaan. Oh ja. Als hij het goed zou hebben. Dus dat je dat een beetje spannend houdt van, maar hoeveel gaat er straks nog uit? Ja, precies. Ja. Dit is de eindstand van de pot. Het is 27.000 euro gewonnen. Maar dan gaat nog 10.000 euro uit. Ja, dan moet de winnaar straks nog 3.000 euro aan het programma betalen. Ja. Bedankt voor het meedoen. We krijgen trouwens nog 3.000 euro van je. Dat zou ik zo mooi vinden als er een keer een seizoen is waarin dan de pot op het einde gewoon op min 3000 staat. Ja, zo. Inderdaad. Dan, ja, je moet even 3000 euro dokken aan het programma. Ja, dat zal het niet zijn, maar dat denk ik ook. Het zal wel heel bijzonder zijn. Dan heb je gewoon voor de ervaring gewonnen. Ja, dat is waar. Nou, op een gegeven moment, jouw molletje krijgt dus een vrijstelling. Die hoeft niet met samengeknepen billetjes naar de eliminatie te kijken. Dan zien we ook dat Sven een groen scherm krijgt. En dan krijgt Jasmin een rood scherm. Helaas. En dan zien we op het einde ook nog even dat Jasmin dus ook nog in het dossier keek. Ja. Dat vond ik wel leuk om aflevering waar te sluiten. Waar ik dus me ook nog wel een beetje zorgen om maak van mijn mol is, waar we het vorige week ook over hebben gehad, ze laten eigenlijk heel slecht zien wie verdenkt. Je hoort vaak wel eens een keer een zinnetje zeggen. En nu wordt dat steeds duidelijker wie op wie zit. En je ziet dat Philip zit op Lennart. En hij zit er nog steeds in. En hij gaf ook al aan vanaf aflevering 2 of zo. Ik weet denk ik wie het is en ik ga al in. En hij zit er nog steeds in. Dus dat is wel bijzonder. Maar Jasmin zat ook op Lennart volgens mij. En zij is er wel uit. Dus dat baart me toch nog wel enige zorgen. Ja, dat is puur van, je hoeft de test niet het beste te maken. Maar je moet ervoor zorgen dat je niet het slechtst maakt natuurlijk. Ja, precies. Want die gaat eruit. Ja. Ja, misschien zijn ze allebei wel fout natuurlijk. Ja, dat zou ook zo nog maar eens kunnen. Dus ik ben benieuwd. Ik zet me af te vragen of er ooit wel eens een seizoen in de Mol is geweest, in België. Of daar de finalisten in de finale stonden en het eigenlijk allebei fout hadden. Dat ze het allebei op de verkeerde Mol hadden gemaakt, de test. Ik weet het, dat zou jij beter moeten weten dan ik. Ja, ik weet dat het in Nederland is dat nog nooit gebeurd. Er is altijd wel één van de finalisten geweest die de Mol verdacht. Ja. Maar misschien zijn er wel fans die echt alle seizoenen van De Mol hebben gekeken en die nu naar deze podcast aan het luisteren zijn. Laat even weten, want ik ben wel benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Ja. Dan gaan we naar de verdenkingen van de kijkers. Ja. Nou, op de Mol België site schrikt Lennart er nu wel met kop en schouders bovenuit. Niet geheel onverwacht. 42%. Dan Annelotte met 25, Sven met 20 en Philippe met 13. Dus Annelotte en Sven zitten nog redelijk op hetzelfde en Philippe wordt het minst verdacht. Ja, datzelfde geldt voor de kijkers die op mijn poll hebben gestemd via het YouTube-kanaal. Lennart met 43% is het hoogst verdachte, is de hoofdverdachte. Annelotte 27%, Sven met 20% en Philippe het minst met 11%. Ja, nou, dus, dat komt redelijk overeen met wat ook op de site... Ja. Nou, jouw nieuwe mol, Guido. Mijn nieuwe mol. Ja, de derde. Ja, driemaal een scheepsrecht, zeggen ze wel eens. Ja. Nu moet ik het maar gelijk dan goed zeggen. Ja, of diegene gaat eruit, dan weet je ook juist op wie je dan niet moet gaan zitten. Dus misschien... Nee, dat is ook zo. Zou nog kunnen. Ja, wie zal het zeggen? Nee, ik ging eerst voor Katrien natuurlijk. Toen ben ik op Jasmin gegaan. Lennart misschien iets, niet iets met inpakken, dat helpt misschien. Katrien, Jasmin. Ja, oh, zo bedoel je. Ja.
Ja, die zit er niet meer in, dus dat scheelt. Dus ik kan daar geen fout meer in maken. Maar ja, ik vind Lennart wel heel verdacht. Maar die verdenk jij natuurlijk al. Dus ja, dat is saai. Dat is saai, ja, precies. Ja. Dat is saai. Dus ik ga voor Sven eigenlijk, denk ik. Ja, ja, dat snap ik. Dat is ook mijn tweede mol nu. Andalotti verdient heel veel geld. En Philippe ook. Die staan allebei bovenaan in het follow the money schema. Mm-hmm. Lennart staat, zoals we net al zeiden, dus helemaal onderaan. En ja, Sven staat dan één na laatste. Dus, die bubbelt daar een beetje tussen. Ja, 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 inderdaad. Dus ja. Ik ga voor Sven. Ja, dat snap ik heel goed. Dat is ook mijn nummer twee verdachte nu. Mijn tweede verdachte is dan Lennart. Ja. Dat dacht ik al, ja. Nou, ik denk wel dat het niet heel onverwachts is. Nee. Maar ja, weer een spannende aflevering in ieder geval. Ja, zeker een leuke aflevering. En ik ben heel benieuwd wat de volgende aflevering gaat brengen met die rode knop, die we dan sowieso wel te zien krijgen, denk ik. Ja, ik verwacht niet dat hij in de finale gaat zitten. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Dus we gaan dat volgende week zien. Ja. En we willen jullie weer bedanken voor het luisteren naar de Molcast. En dan zijn we de volgende week gewoon weer. Ja, tot dan. Tot dan. Doei doei. Doei. Bedankt voor het luisteren. Vond je de podcast leuk? Vergeet ons dan niet te volgen via Spotify. En neem ook eens een kijkje op ons YouTube-kanaal.